Ondanks de vele bezwaren van gemeenten en coffeeshops ruiken anderen nu hun kans. Mensen die graag een grote legale wietplantage willen beginnen. Zoals deze drie mannen uit Breda. 3,5 hectare hier. Ja. Je verwacht het niet. Van links naar rechts een politicus, een huisarts en een advocaat. Met z'n drieën willen ze wiet telen. Een jaar geleden kregen ze het idee. Nu zoeken ze een geschikte kas, zoals deze aardbeienkas. Het is wel een droom. Zoals we vorig jaar waren gestart, was dit nog heel ver weg. Maar naarmate wij daar meer over gesproken hebben, meer over nagedacht, dan zie je dit ook al steeds meer voor je. Een bedrijf opzetten kunnen de mannen. Voor het echte telen van de planten hebben ze een kweker gevonden. Maar dan nog, wat doet een huisarts met wiet? Het is een stof die verslavend werkt. Een huisarts met een stof die verslavend werkt. Ja. Dat klinkt een beetje gek, maar zo hebben we heel veel verschillende middelen, zo maar zeggen, die verslaafd kunnen werken. Ik denk dat op het moment dat je het veilig gebruikt en verantwoord gebruikt, dat het verslavingsrisico daarmee ook geminimaliseerd wordt. En wat je nu ziet, is dat alle taboesfeer en criminele sfeer, dat juist die verslavingsrisico's veel hoger zijn. De huisarts hoopt dus dat juist minder mensen verslaafd raken. De advocaat hoopt dat ook kleine huistelers straks niet meer in de problemen komen. Mensen die hun huis uit worden gezet als ze illegaal een tuintje hebben. Mensen die hun hypotheek kwijtraken. Mensen die verweven raken met de criminaliteit en daardoor in allerlei problemen komen. Voordat ze mogen telen zal de overheid hen natuurlijk ook onderzoeken. Want niemand die voor de overheid gaat telen mag een strafblad hebben. Als ze door de selectie komen is het daarna misschien wel cashje. Schaam me er niet voor als dit project succesvol zal zijn. En u er rijk van wordt. Dat kan gebeuren. De wietproef moet in 2020 van start gaan.